een nieuwe jeugdadjudant, jeugdprins Thomas en adjudant Tycho. Proclamatie. In al haar almachtige wijsheid behaagt het carnavalsvereniging De Veene Kloeten hierbij uit te roepen tot heerser over het Kloetenvolk 2017-2018. Prins Thomas de Eerste, baron zonder alcohol, commandeur over de voetballers, landheer van Middeldorfwerf tot aan de baron, ridder in de orde van het Kattenkwaad, ambassadeur van het Tosti-ijzer, aldus opgemaakt en getekend in de speciale raadkamer door de president onder toeziend oog van de jeugdcommissie der Veene Kloeten. Kloetendonk, 11 november 2017. Namens het bestuur, maar eigenlijk vooral namens de hele vereniging, willen wij al heel graag de vet leren Veenekloet aanbieden. En die kan ik zelf niet omhangen, installeren, hoe onderscheiden. Dat mag ik niet doen, maar we hebben gelukkig wel een nieuwe jeugdprins en een jeugdadjudant. En die zijn daar erg goed in, denk ik. Zou jij Renate willen onderscheiden met deze medaille? Mennekes en beste Veenekloeten Wiefkes. Ik hoop dat jullie allemaal die nu in de zaal staan, dat wij die ooit ook een keer op het podium deze medaille mogen geven. En ik wil graag nog één keer een donderend applaus en een driewerf alaaf voor Renate. Vet leren Veenekloet 2017 is voor haar en ze heeft het verdiend. Maak je borst in glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het meer van veel liefde met de beest. Hoera! Al kreeg iemand een vriendje, voor die stap op zijn best. En schreeuwen vrouwen hebben we nooit meer los. Dus maak je borst in glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het meer van veel liefde. Heren, ik zou ze zeggen, het moment supreme. Behaagt het carnavalsvereniging De Veene Kloeten hierbij uitroepen tot heerser over het Kloetenvolk 2017-2018. Prins Laurens de Eerste, baron van de Voortse Kalkovens tot aan de Utrechtse Dom, opperkoetsier van de Globetrotters, ritmeester van de Oostwijk tot in Australië, graaf van de supermarkten tot franchise ondernemer, keizer van alle jonge gasten met een bak aan ervaring. Mogen de zware taak die op zijn schouders rust vervuld worden met bezieling en karakter. Aldus opgemaakt en getekend in de speciale raadkamer door de president onder toezicht oog van de vorsten De Veene Kloeten. Kloetendonk, 11 november 2017.